Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zijn we nog steeds in Milaan? Ja. Oké. Nee. Nog een dagje Milaan dan maar. We zijn in Pisa. Kijk, kun je wel zien, hè? Dat is echt Pisa. Alles is een beetje scheef. Ja, alles is scheef. Vooral Levi. Dus we hebben goed geslapen. Ja, maar dan Stephanie, want die had het koud. Ja, dus we gaan zo lekker dagje pizza doen. Oh, ik ben wel moe. En zo kom je plots een markt tegen in Pisa. Het is vooral kleding, vol in de zon. Maar ergens vind ik dit toch wel grietenleuk. Ja, toch? Wat zei je nou, Levi? Hoes? Hoes. Maar hij staat al stil, die kerk. Die kwam even uit de niks. We zijn, kijken. We zijn aan het dwalen in Pisa, jongens. Het is echt een avontuurtje, hè, Lev? Ja, ik zei vandaag gebruiken we geen navigatie. Ga gewoon kijken. Ja, dus we gebruiken Levi. Ja. Ook wel Google Maps genaamd. Of gewoon Maps. Maps. Ja, dat is op de kaart van Dora, weet je wel. Jij zit in mijn rugtas en dan roep ik op de kaart. Op de kaart, op de kaart. Precies, dat ja. Oh, heerlijk in die schaduw. Ja. Oh, een beeld, hoes. 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 Kijk nu dan. Een boer bevindt zich in Italië, hoor. Daarboven zie je ook dat verschil met zo'n. Nou, we kunnen hem al zien. Hoes? Piazza di Duomo. En Levi. Maar dat is niet mijn haar in ieder geval. Jouw haar? Jawel, zeker wel. Kijk hoe lang je haar is. Ik moet nodig naar de kapper. Het is wel bewijs dat hij echt scheef staat.
Maar dat hij dus nog meer schever stond, hè? Ja, hij stond 2 graden schever. Ja. 2,5. Andiamo. Ja, die deur is echt. Ik zat voor bij je moeder in huis, die deuren. Ja, ik hoorde je ook. Wat heb je voor lekkers, Leef? Pasta carbonara. Het is wel vis, hè? Ja. Hoe is? Goed gevonden, Maps. Met behulp van Maps. Ja. Hoe heet deze rivier, weet je dat ook? Zo kom je nog eens op de meest random plekken in Pisa. Hallo. Aha. Ik ben een beetje moe. Oh, gaan we naar de riviertje. Oh, weer die trappen. We zijn een beetje moe van de warmte en van het zijn en van elkaar. Nee, grapje. Oké, dank je. Ik weet wel grapje, weer waar ik sta. Nee. Grapje. Nu is hij boos. Zie je? Kijk, hij is een beetje prikkelbaar. Grapje. Nee, dus Pisa. Eigenlijk ben je nu aan het verdedigen dat je me eigenlijk wel zat bent, zeg maar. Huh? Nee. Ik ben je nog niet zat hoor, Leen. Ben je mij al zat? Oh, gelukkig. Het was een dag van veel pauzes op een gegeven moment. Maar wel, het was wel lekker. Pisa is wel mooi. Hoe komen we hierdoor? De rivier oversteken. Ja, mag Pisa. Oh, we kunnen daardoor. Ik vind de rivier oversteken wel een leuke. Kijk, moeten we weer van die takken trappen op. Oh, ik weet niet wie Pisa gebouwd heeft. Maar het was niet iemand. Ja, goed verhaal, hè? Een vakkundige inzicht. Ah, thanks voor het afmaken van deze zin. Oh, we zijn er. Weer bij de rivier. Het waait hier lekker. Mooi aan die huisjes. Ik ben moe. Eerste wat je zegt, ik ben moe. Ja, it's the truth, toch? Terwijl kinderen, joh, helemaal zweet. Oh, ik krijg mijn haar wel straks. Maar Pisa was wel leuk. Mm-hmm. We hebben wel echt het idee dat we Pisa helemaal gezien hebben. Ja, mooi met al die gebouwen. Het is meer dan dat we dachten. Ja. Ik dacht eigenlijk dat het alleen de toren van Pisa was, maar dat was het niet. Nee. En we hebben nog een rondje gedaan. We hebben glutenvrij gegeten en lactosevrij. Glutenvrij pizza. En ik heb een lekkere pasta carbonara gegeten. Heb je zo'n dosis vlees weer binnen voor de dag? Nou, ik vond wel mee van hoeveel vlees het was. Ik denk dat het 2 plakjes spek waren. Ja, dat het was niet heel veel inderdaad. Maar het is wel gewoon genoeg, weet je. En ja, het is lekker. En nu gaan we naar... De Rosetto, net ernaast. Net voorbij. Ja. Dus we gaan weer even lekker 2,5 uur rijden. Ja. Yay. Station. En ik was weer vervelend. Dus ik dacht, ik ga een rotstreek uithalen. We stonden dus een stukje terug geparkeerd. Waar is het nu gevonden? We stonden een stukje terug geparkeerd. Daar is hij uitgestapt. En toen ben ik verder gereden. En had ik hem gehad.
daar staan. Kan je het vinden? Ik zag een vrouw en zag ik zo make-up doen, dus ik dacht dat is Stephanie, maar ik denk wat doet zij nou? En toen dacht ik, maar het is helemaal niet een Suzuki, dus waren ze nou gewoon weggereden. Ja, en toen begon ik al te lachen. Oh, let's go. Leuk joh, rijden door de bergen. Het is op en neer, heen en weer. Ja, een geweldige leef. Ja. Ik ben blij dat Leef hier rijdt. Maar we hebben echt al 20 minuten zeg maar dit. Twee wagenzieken in een auto. Nou, dat zie ik nog wel meevallen. Ik ben ook niet heel wagenziek. Je rijdt ook rustig, dat is fijn. Maar het is echt, jongens. Wat is dit? Vind je leuk hè, als ik schrik? Oh, oh, oh. Maar het is wel mooi groen. En mooi groen is niet lelijk, hè? Zeker waar. Nou, hij ziet er nu beter uit dan dat hij er net uitzag. Die weg. Ja. En dit is ook een betere weg dan als we op de snelweg hadden. Dus. Ja, dat is waar. Dat was ik het nu. Wat zei je ook alweer? Alsof je... Op een hobbelpaard zat. Oh, het leven van Italië, jongens. Prachtig. Deze gozer rijdt al ongeveer een half uur achter ons. En hij mag niet inhalen in de bergen. En nu denkt iedereen... Oh, daar nog één. Ja, iedereen... Oh, het zijn echt achteruit. Maar ja, weet je... Zij zijn het gewend om hier te rijden. Je mag ook maar 50. Ja, je mag maar 50. Iedereen rijdt hier gewoon 80 door de bergen. Interesseert zich geen ruk. Nee. We kwamen al een bergingsauto tegen die... Twee auto's aan het slepen was, dus zie je, je moet ergens aan dood gaan. Hè? Alfa Romeo, meneer Rijder? Was dat het? Nee, ik heb er nog één. Ik denk wel dat het de rijding wel nog is. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, 5 minuten rijden volgens de snelheidsregels. 5 minuten rijden zoals de Italianen rijden. Is een groot verschil. Kijk, en dan kom je ineens weer een dorpje tegen. Gezellig. Leuk dit. We krijgen nog zo'n route. Wel mooi uitzicht. Wel mooi uitzicht. Ja. Dat dan daar. Maar. Nee hoor, jij bent ook leuk uitzicht hoor, Levi. Hij gelooft alleen zelf niet, weet je. Niet meer als je het zo zegt, hè. Doe maar weer zo. Ben je een vrouw of zo? Jemig. Wat is er hier? We rijden hier echt dwars. Door een dorpje heen, jongens. Ik weet niet of jullie ooit in Italië in de bergen hebben. Kijk dan, joh. Gewoon. Iedereen staat ons raar aan te kijken. Dwars, echt dwars. Dwars door een dorpje heen. Bijna een aanrijding gehad met een oude vent in een witte. Weet ik van wat voor pak het was. Ja, je kon ook maar. Kijk, net zoals hier. Ik kan maar. Ik kan maar met één tegelijk er doorheen. Wat is dit, joh? Nou, dit, welkom in Italië, zeg maar. Dat is dit. Welkom in Italië met je niet Fiat 500. Of je scooter. Je rode Vespa. Jemig. Oké, nou, dan mogen wij. Gassen. Echt gewoon dwars. Kijk, de oudjes zitten hier op de bankjes, joh. Het is echt... Ja, die genieten hier. Ongelooflijk. Die genieten hier van al het voorbijgaande verkeer. Ja. Van het uitzicht. Dat is wel mooi. Dwars door het dorp heen. Waarom ook niet? Het is echt de route. Voor mensen die denken, jullie zijn verkeerd gereden. Het is echt de route.
blijkt achteraf dat we afgekeerd zijn. Je houdt met jinxie jij. Gaat helemaal fout dit. Ik vind dit het dus wel echt waard om even te filmen waar wij nu zitten. We hebben zeg maar ons eigen appartementje. Hoi Levi. Hallo. Nou, dan kun je dus gewoon uitzicht heb je gewoon op dit, zeg maar. Het is echt... En daar, zeg maar, verderop, ja, dat kun je op de video natuurlijk niet zien, maar daar zit de zee. Ze kunnen de zon zien zakken in de zee. Nou, het is echt... Nou, je hoort de krekels, rustig is het hier. Kijk, we kunnen zelfs gewoon buiten onze koffie drinken morgenochtend. Heerlijk. Levi kan zijn onderbroek even wassen. Kijk, en dan hebben we hier... Als dit lukt, kijk. Komen we binnen. De deur zit nog steeds in de... sleutel zit nog steeds in de... Goed verhaal. Lekker badkamertje. Even meteen opgestaan. Kijk. Kunnen we lekker koffie zetten morgen. Very important. Kijk, en dit is gewoon de gele kamer. Echt, met deze vakantie al mijn dromen worden werkelijkheid. Kijk, gele gordijnen. Geel. Zonnebloemen. I'm so happy. Nog meer zonnebloemen. Nog meer zonnebloemen. Dit is dan groen, maar dat kijken we doorheen. Levi's polo, dat is ook echt een kleur waarvan je zegt. Leuk. Kijk, dit ziet er heel nice uit. Ik, ja, dank je. Nee. We zoeken even een restaurantje ondertussen. Kijk. Maar, oh, dat ziet er heel leuk uit. Is het verder? 7 minuten. Dus om 10:30 gaan ze dicht. We moeten wel nu zo gaan. Maar. 2 uur. We hadden echt een avontuur hier naartoe. Vertel. Mag ik even vertellen? Ja, mag ik even vertellen. Ik kan het zo goed vertellen. Hier naartoe. Ja, ik heb oefening gehad op de camping. Nee, het was een beetje een chaos. Het begon met Stephanie. Die begon te rijden. Daar begon de chaos. Nee, duidelijk. Dat ging op zich wel goed. Toen zijn we even gestopt om te plassen. Toen heeft ze een grapje uitgehaald. Dat heb ik ook gefilmd. Dat was wel grappig, ja. En daarna ging het allemaal best soepel en vlot. Ging alleen op een gegeven moment moesten we tol betalen. En we even stilgestaan. En toen begon de ellende. Toen jij ging rijden, bedoel je? Nee, want toen was ze nog niet aan het rijden. Toen hadden we geen tol, dus... Kutwegen. Dus we reden op een hondenpaard in plaats van in de Suzuki. En daarna zijn we even gewisseld. En toen ging ik rijden. En toen zei hij, oh ja, ik snap nu waarom je die wegen zo kut zit. Ik moest ongeveer 1,5 uur rijden. Dat is dus uitgelopen tot 2 uur, omdat we op een... We stonden op de afgesproken plaats. Ja. Ja, Airbnb gaf een adres. Had ik ingetoetst, daar stonden wij. Dus ik zeg tegen die persoon op de WhatsApp, ja, we zijn er volgens mij. Maar wij zaten al zo van, ja, het ziet er best wel dicht uit. En oké, nou, het zal wel, we zijn er. Ja. Stuurt hij ineens andere coördinaten door. Dus ik denk, oké. En ik kon het al niet vinden. 20 minuten verder. Ik kon het op mijn wees niet eens vinden. Dus hij typt het in, is het 20 minuten verder. Dus ik zei, ja, sorry, maar dan zijn we er nog niet. Dan moeten we nog 20 minuten. Dus wij nog weer 20 minuten rijden. Of hij nog weer 20 minuten rijden door de bergen. Met de haarspelbochtjes. En het was één groot avontuur. Maar we zijn er. Ja, en toen zei hij, I wait for you. I wait for you. I wait for you. Ja. Nee, zo zei hij het. I wait for you. Oké. Ja, en nu gaan we eten. Hij wordt een beetje hangry. Even... Heel mooi. Ben je netjes gekleed? Ja, dan moet je dat wel. Zal ik voor het eerst?
grapje. Het is een beetje donker. Lekker? Ja, heel gezond, champignon. Ha ha ha.